Welkom bij Betaal TV, ons online programma over betalingsverkeer en digitalisering. Samen met de betaalvereniging duik ik in de ontwikkelingen rondom het betalen aan de kassa, onderweg, op het web en aan elkaar. We kijken naar innovatie, veiligheid, digitale identiteit en het algemene ontwikkelingen in fintech. En vandaag gaan we praten over de rol van contant geld na corona. En ik heb hier met Piggy Korstens, geldmaat Chief Service Officer, Koen Vermeulen, divisiedirecteur DNB, verantwoordelijk voor cash en goud. En natuurlijk doe ik het samen met Gijs Boudewijn, adjunct directeur betaalvereniging. Welkom allemaal. Peggy, wat is geldmaat en wat is jouw rol daar? Geldmaat verzorgt al jaren het contant geldverkeer voor haar aandeelhouders. Dat zijn ABN AMRO Bank, ING en Rabobank. En we zijn op dit moment ook druk bezig om alle geldautomaten die nu nog branded zijn, dus het merk van de banken hebben, om die over te nemen. En in een geel jasje te gieten. We noemen ze ook geldmaten. En daar zijn we volop mee bezig. Dus onze rol wordt wat groter in het contante betalingsverkeer. Oké, nou, we zijn heel benieuwd. Hoeveel geldopnames waren er bij de geldautomaten in het eerste half jaar? En wat was de invloed van corona? Ja, dat is een hele terechte vraag. Nou, als je kijkt naar vorig jaar, waren er 248 miljoen transacties op geldautomaten in Nederland. Opnametransacties. En wat je ziet is dat dat flink is teruggelopen als gevolg van corona. Wij zien het eerste half jaar dat dat zo'n 38% gedaald is. We zien wel een opleving in de zomerperiode. Het zou kunnen dat dat is omdat er natuurlijk ook buitenlanders in Nederland komen die bijvoorbeeld gewend zijn om cash te betalen. Dus we zien wel iets van een opleving, maar onze verwachting is dat over heel 2020 dat het wel zo'n 30% lager zal uitpakken dan vorig jaar, 2019. Koen, we hoeven natuurlijk niemand uit te leggen wat de Nederlandse bank doet. Onder andere kwartaal geld, cash en goud. Vincent zei het al. We weten ook dat DNB aan het verhuizen is. Waar zit jij nou eigenlijk? Nou, ik ben een van de weinigen die nog op het Frederiksplein zit. De meeste mensen zijn al verhuisd naar het Amstelstation. Het Toropgebouw noemen we dat. Maar wij zitten nog een poosje op het Frederiksplein totdat we al onze bankbiljetten en het goud naar Haarlem verhuisd hebben. In Haarlem is een tussenstation, want uiteindelijk gaat het naar? Zeist. En naar de voormalige vliegbasis Soesterberg. Daar zijn we een nieuw pand aan het bouwen. En daar zal het goud en het geld een heel veilig plekje krijgen. En in de tussentijd ligt het nog een paar jaar veilig in Haarlem. Mag je iets zeggen wanneer dat dan in dat nieuwe gebouw terechtkomt, dat goud? Ja, in 2023 zal het in Zeist klaar zijn. En we zullen nog dit jaar naar Haarlem verhuizen. Oké, dankjewel. Koen, Peggy zei het al, er is veel minder contant geld opgenomen. Als gevolg van de crisis wel misschien een lichte opleving, maar vermoedelijk toch ook wel blijvend wat lager. Jullie hebben samen met ons ook een onderzoek naar het betalen aan de kassa gedaan. Wat hebben jullie daar gezien? Nou, wat we hebben gezien is dat het gebruik van contant geld duidelijk is afgenomen. Ja, dat is logisch, omdat er een tijd lang überhaupt veel minder gekocht is in winkels. Daar is nog bijgekomen dat winkeliers ook gevraagd hebben om vooral te pinnen, vooral contactloos te pinnen. Aanvankelijk vanwege vrees voor besmetting. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Er zijn allerlei onderzoeken die inmiddels wel hebben laten zien dat je daar niet door besmet wordt. Maar niettemin, er is minder gekocht en er is meer gepind. En waar voor de coronacrisis we ongeveer 32% nog aan de kassa met cash betaalden, is dat na een flinke dip nu in de buurt van de 20, 23 of 8, laatste cijfer wat we hebben gezien is 18%. Peggy, nou, we houden nog 20% over aan de kassa om te betalen en 30% minder opnames. Wat betekent dat voor de uitrol van geldmaat? Betekent dat een versnelling of een vertraging? Of is jullie business case nu veel moeilijker? Vertel er eens iets over. Nou, de migratie gaat onverminderd door. Ik denk dat de beweging die je nu ziet alleen maar rechtvaardigt dat er een geldmaat is. Die ervoor zorgt dat contant geld beschikbaar, bereikbaar blijft voor consumenten en betaalbaar. Dus wij zijn ook goed op stoom met die migratie. Sterker nog, letterlijk deze week vindt de 2000ste migratie plaats. Dus de 2000ste automaat die in een geel jasje wordt gestoken. Dat zijn vooral automaten waar je biljetten kunt opnemen. Dus het reguliere geld opnemen zoals veel gebruikers, de consumenten daar gebruik van maken. Dat zijn zowel automaten in de muur als ook bij retailers bijvoorbeeld binnen. We noemen dat lobby.
automaat. Dus een combinatie van die twee. We hebben een paar maanden geleden ook de eerste automaten geïntroduceerd of gemigreerd waar je geld op kan storten. Dus losse biljetten kunt storten. Dus daar zijn we nu volop mee bezig. Ja. In de muur en ook weer binnen. Ja. Einde van het jaar, oktober, gaan we de sealback automaten migreren. Nou, ik vraag je misschien af, wat is een sealback automaat? Het is eigenlijk een soort kluis waar een ondernemer verpakt geld in stort. Dus geen losse biljetjes, maar in een pakketje. En die stort je in de kluis. Dus daar beginnen we einde van het jaar mee. En dan hebben we natuurlijk ook nog de munten. Die zou je bijna vergeten. Maar ook heel belangrijk voor de economie. Automaten waar je muntrollen kunt opnemen. Voor retailers met name. En automaten waar je losse munten kunt storten. Dus daar beginnen we echt rond december met de uitrol. Oké, je hebt er dus nu 2000 gedaan. Hoeveel eindigen we ongeveer? En wanneer is dat moment daar? We eindigen rond de 5200 automaten, al die types die ik zojuist noemde bij elkaar. En in Q2, we mikken nu of we streven naar Q2 van het komende jaar, waarop we dat gereed zullen hebben. Ja, Peggy, ik bedoel, gisteravond had ik 9 euro nodig voor de eerste keer in 5 maanden om mijn kind mee te geven naar school. Ik ben 3 automaten afgegaan. Elke keer was het, sorry, we hebben geen geld hier. Sorry, het is gesloten. Sorry, het is gesloten. Ik kreeg het niet voor elkaar. Waarom? Tip is dat je vooraf even de locatiewijzer op geldmaat.nl controleert. Want daar staat precies opgegeven waar een automaat zich bevindt, maar ook wat de openingstijden zijn. Dus in het vervolg is dat misschien nog een suggestie. De noodsluit is een maatregel die wij genomen hebben begin van dit jaar, naar aanleiding van een grote hoos aan plofkraken eind vorig jaar. En wat wij zagen is dat het aantal opnames in de nachtelijke uren vrij beperkt is, of 2%. En dat de criminelen toeslaan, juist in dat soort uren. Dus we hebben die maatregel genomen om de risico's te beperken eigenlijk, op de kans dat het zich voordoet. Hoe is het met die plofkraken op dit ogenblik? Nou, we zien dat de maatregelen die we genomen hebben, waaronder die nachtsluiting, zeker effect hebben. Wel zagen we eerder dit jaar dat het zich verlegde van het type automaat waar het eind vorig jaar omging naar een ander type automaat, namelijk de sealback automaten. Dus toen zijn we noodgedwongen om daar ook maatregelen op te nemen. Dat hebben we ook gedaan. Ook die staan voor een groot gedeelte 's nachts uit. Plus we hebben het aantal ook teruggebracht. Dus dat zijn maatregelen die effect hebben, alleen die we niet willen nemen, omdat het ook de beschikbaarheid voor, in het geval van sealback kluizen, zakelijke klanten, beperkt. Dus we zien wel degelijk dat het effect heeft. We zien ook dat het zich verlegt, de criminaliteit, naar bijvoorbeeld naar Duitsland. Hè. Er was recent ook een artikel over dat het daar echt, dat daar veel plofkraken door Nederlandse daders worden gepleegd. Dus we zien wel degelijk dat het effect heeft, maar het blijft een voortdurende inspanning vragen om daarop te investeren en zijn stapje voor te zijn. Ja, Peggy, even nog een vraag. Het is, je zei het al, die hele moeilijke afweging tussen veiligheid en de beschikbaarheid van contant geld. Het heeft ook de belangstelling van Politiek Den Haag. Er zijn ook echt ministers bij betrokken, zowel de minister van Financiën als de minister van Veiligheid en Justitie. Ja. En die benadrukt ook echt dat het tijdelijke maatregelen, tijdelijke noodmaatregelen moeten zijn, die toch een keer zouden moeten eindigen. Wat is nou de echte oplossing uiteindelijk? Nou, het klopt. We zijn in nauw overleg en werken daar ook echt heel goed samen met zowel de ministeries als met DNB, als met gemeenten ook. Dus je ziet, de politie is ook betrokken. Dus het is een collectief van partijen die daar heel actief in optreedt. Maatregelen moeten inderdaad tijdelijk zijn. Dat willen wij ook, want we willen dat het beschikbaar blijft. We zijn nu druk bezig met onder andere toepassen van ontwaarding. Ervoor zorgen dat op het moment dat er zich een plofkraak voordoet, dat de buitkans niet heel is, omdat er een ontwaardingsmechanisme wordt toegepast op de inhoud van de automaat. Dus daar zijn we druk mee bezig. Het doel is om dat richting het einde van het jaar te gaan uitrollen. Dan zou het zo kunnen zijn dat bijvoorbeeld zo'n maatregel als nachtsluiting wordt opgeheven. Maar dan moeten we dan met elkaar kijken van wat heeft effect. Het is vaak de combinatie van zaken die leidt tot bijvoorbeeld het resultaat van minder plofkraken. Koen, terwijl dit wat Peggy schetste zich allemaal afspeelde, hadden we ook nog een onderzoek lopen van een taskforce van het maatschappelijk overleg betalingsverkeer, die bezig was om de visie van het maatschappelijk overleg betalingsverkeer, waarvan jullie voorzitter zijn, uit 2015, om die te herzien. Daar is over gerapporteerd. En kun je daar iets over vertellen? Want in mei jongsleden is dat rapport aan het maatschappelijk overleg aangeboden en geaccepteerd of goedgekeurd. Wat staat er ongeveer in? Nou, wat je terecht zegt, het is een update van een rapport van een paar jaar geleden. En
Eigenlijk zijn de conclusies grotendeels hetzelfde gebleven. Dat enerzijds het gebruik van cash duidelijk afneemt. Dat is al eerder besproken. Maar tegelijkertijd dat cash nog steeds een belangrijke rol in de samenleving vervult. Hè, zowel om als terugval te kunnen fungeren als het pinverkeer uitvalt. Maar ook voor mensen die ouderen bijvoorbeeld gebruiken veel cash. Of mensen die goed op hun portemonnee moeten passen. Die makkelijk in schuldproblemen kunnen komen. Mensen die visueel gehandicapt zijn. Allerlei groepen gebruiken cash nog steeds. En dat rapport heeft gezegd, nou ja, cash moet goed blijven functioneren. En dat betekent dat je het in principe ook moet kunnen gebruiken. Hè? Dus dat je als consument kunt kiezen in beginsel of je pint of cash gebruikt. En dat zeg maar de infrastructuur in orde moet zijn om cash te gebruiken zoals de klanten dat willen. Ja. En een heel belangrijk ding, herinner ik me uit dat onderzoek, is dat er toch altijd ook een terugvaloptie moet zijn. Hè? Dus stel dat cash zover terugloopt, wat zou dan een terugvaloptie kunnen gaan zijn over een aantal jaren? Nou, zoals wij het zien, is op dit moment is cash de belangrijkste terugvaloptie voor eventueel uitvallend pinverkeer. En vanuit de Nederlandse Bank vinden we het belangrijk dat het die rol kan blijven vervullen de komende jaren. Het kan natuurlijk zijn dat partijen ook andere terugvalopties bedenken. Nou, helemaal goed zou ik zeggen. Daar moet vooral naar gekeken worden. Maar zolang die er niet zijn, moet cash die rol kunnen vervullen. En dat betekent dat je ook een bepaald volume aan die infrastructuur moet hebben. Als je nog één geldautomaat in het land hebt staan en het pinverkeer valt uit, dan mag het duidelijk zijn dat cash die rol niet kan vervullen, omdat er te weinig mogelijkheden zijn om cash op te nemen. Ja. Met de huidige infrastructuur is dat nog wel oké, maar die kan dus niet in omvang afnemen zonder die terugvaloptie te verminderen. En dat willen we niet. Ja. Dan zit je eigenlijk in een scenario, contant geld is straks nog wel terugvaloptie, dan moet je een bepaalde infrastructuur intact houden. Of er komt een andere terugvaloptie en dan zou je met een kleinere kwartale infrastructuur toe kunnen. Want ja, eigenlijk tekende zich dus dit voorjaar een soort perfect storm, maar dan tegenwind voor cash af. Als gevolg van corona, de trend die er sowieso al was, de plofkraken. En dat heeft uiteindelijk ook in dat rapport van die taskforce geleid tot een aanbeveling van de Nederlandse Bank. Dan even een vraag aan jou, wat houdt die precies in om een onderzoek te gaan doen naar hoe moet het er nou in de toekomst uitzien? Ja, dat klopt. We hebben in de loop van dat rapport geschreven werd, kwam de coronacrisis en uiteindelijk heeft het MOP aanbevolen om een fundamenteel onderzoek te gaan doen. En dat hebben we inmiddels opgestart vanuit de Nederlandse Bank. Dus we zullen daar ook een consultancybureau voor inhuren. En de vraag aan dat consultancybureau, even heel kort door de bocht, zal zijn: kun je een aantal opties schetsen van hoe de infrastructuur eruit moet zien op de middellange termijn, laten we zeggen tussen nu en 10 jaar, hoe de kwartale infrastructuur dus moet functioneren, hoe cash moet functioneren. Dat kan betekenen dat de rol die partijen nu spelen misschien iets aangepast moet worden. Het vraagstuk van hoe kunnen we blijven verzekeren dat je geld ook kunt gebruiken? Hoe kunnen we blijven verzekeren dat je op voldoende plekken geld kunt opnemen? En we vragen dat rapport op 1 juli volgend jaar klaar te hebben. Dan zal er besluitvorming zijn, dus volgend jaar ergens na de zomer zal dan duidelijk moeten zijn wat de implicaties zijn. En die kunnen, laten we zeggen, variëren van er is niks aan de hand, we hoeven niks te doen. Lijkt me niet zo'n heel waarschijnlijke uitkomst. Tot aan, er moeten misschien partijen, moet iets verplicht worden. Hè? Je zou kunnen zeggen, banken worden verplicht om bepaalde diensten aan te leveren. Of de rol van partijen moeten veranderen. Dus bijvoorbeeld de Nederlandse Bank moet meer gaan doen in de cash cycle. Of de financiering moet veranderen. Hè? Dus wie betaalt wat, dat moet anders worden. Nou, het is een heel spectrum aan opties wat voor ons ligt. En waar we dat onderzoek voor hebben opgezet.
dat is dus heel interessant, Koen. Dat wordt dus een alomvattend onderzoek. En dan willen we je graag terug hebben op het moment dat dat onderzoek er komt. Peggy, het blijkt dus dat cash gewoon belangrijk blijft als fallback. Maar ook eigenlijk ook voor een bepaalde groep mensen voor wie het heel belangrijk is. Wat voor ontwikkelingen kunnen wij zien in de automaten en hoe ze die rol blijven vervullen en ook beter gaan vervullen naar allerlei verschillende doelgroepen? Ja, nou, wat we sowieso bij aanvang hebben gedaan is heel nauwe afstemming gezocht met belangengroeperingen. Bijvoorbeeld de Ouderenbond, om de schermen zo duidelijk mogelijk te maken. Dus we werken veel met pictogrammen. We hebben gekeken naar de lettergrootte. We hebben gekeken naar de contrast van de kleurstelling. Hè, zwart en geel. En wat leest prettig voor mensen hè, die misschien wat ouder zijn of visuele beperking hebben. Dus dat hebben we sowieso gedaan. Plus over alle automaten is de screenflow zeg maar, is hetzelfde. Dus elke automaat werkt hetzelfde. Dus dat is makkelijk ook voor mensen om het te onthouden. Hè. Daar zitten nu tussen de banken nog heel veel verschillen in. Ja. Hebben we, en dat was recent in het nieuws, en daar zijn we hartstikke trots op, in samenwerking met de oogvereniging ook de spraakfunctionaliteit geïntroduceerd. Dus een pratende geldautomaat die een gebruiker door het menu loopt, als het ware, om geld op te nemen. Ja, ik heb daar even een filmpje van gezien. Ik vond het wel erg interessant. En ook, dit is wel even goed om even één minuutje naar te kijken, want dan zie je echt hoe belangrijk dat is. Ja, leuk. De oortelefoon plug je in het apparaat en hij wijst vanzelf en geeft vanzelf aan welke keuzemenu je hebt. Voer uw pincode in op het toetsenbord van de geldautomaat en sluit af met een goedtoets. Ja, zonder spraak op de geldautomaat kan ik niet zelfstandig geld opnemen. En nu het met spraak de mogelijkheid wel is, kan ik heerlijk weer zelfstandig mijn ding doen. Dus zij is blind en ik kan me inderdaad echt helemaal voorstellen als jij gewoon blind bent dat je dit soort dingen moet doen. Voor wie is dat nog meer belangrijk, dit soort functionaliteit als audio en dat soort dingen? Nou, dit is voor mensen die inderdaad blind of slechtziend zijn, maar kan ook voor mensen zijn die laaggeletterd zijn en het moeilijk vinden om te lezen. Nogmaals, we hebben heel veel pictogrammen gebruikt om dat zo makkelijk mogelijk te maken, maar ook voor die doelgroep zou het interessant kunnen zijn. We hebben ook verschillende talen, dus ook mensen met een buitenlandse achtergrond, dus het is best breed inzetbaar. Nogmaals, daar zijn we ook heel trots op. Maar we hebben ook andere diensten die we ontwikkelen, speciaal voor doelgroepen die daar behoefte aan zouden kunnen hebben. Zoals Geldmaat Plus Assistentie. Dat is veelal bij retailers. Primera is een van de belangrijke partners in dat verhaal. Die leveren assistentie aan mensen die daar behoefte aan hebben, zowel voor het opnemen als het storten van geld. En dan kunnen mensen zijn die wat onzeker zijn of die, een soort van geholpen zelfbediening doen we. Dus we zorgen wel dat de mensen het zelf doen. Dat moet ook zo, ook juridisch gezien. Maar het is net eventjes dat we aangeven, nou, u moet uw pincode intoetsen. We kijken andere kant op, u kunt daar uw geld halen, vergeet het bonnetje niet en zo verder. Dus dat is Geldmaat Plus Assistentie. Ik moet zeggen, we zijn al wel automaten aan het uitrollen, onder andere bij Primera. Alleen het assistentiedeel is mede door corona nog wel een punt van aandacht. Dus we zijn nu aan het kijken hoe we dat en wanneer we dat op een goede manier kunnen introduceren. Hey Peggy, nu hebben we eindelijk gewoon 5000 van die automaten eind zeg maar volgend jaar. En dan kun je daar met één user interface ook allerlei andere dingen mee doen. Wat zijn zowel de nieuwe diensten die jullie voorzien? Nou, dat klopt Vincent. We kunnen in de toekomst heel veel dingen doen. Een van de zaken die we op heel korte termijn al introduceren is het verrichten van een transactie zonder betaalpas, dus kaartloos. Bij je bank in je eigen online omgeving een code kan genereren. Een numerieke code of een QR-code in de toekomst. Waarmee je dan geld kan opnemen of je kinderen kan laten opnemen bij een automaat. Super Peggy, daar zat ik op te wachten. Ik stuur mijn kinderen met een QR-code naar de geldautomaat. Ze kunnen één opname doen en niet mijn hele rekening plunderen. Top! Koen, toch nog even terugkomend op dat grote onderzoek wat je net beschreef. Lopen wij hier nou internationaal mee voorop? Laten we even beperken tot de eurozone, want jullie zijn natuurlijk onderdeel van het eurosysteem. Wat zie je daar gebeuren in de andere eurolanden? We lopen een beetje voorop. Tegelijkertijd zijn ook andere landen wel met deze vraagstukken bezig. Je ziet in Europa dat in het eurogebied, moet ik zeggen, wordt het meest gepind in Nederland. Ook in Finland gebeurt dat, maar er zijn andere landen waar nog veel meer met cash wordt betaald. Maar als je naar Scandinavië kijkt, daar loopt men weer voorop op Nederland. Hè. Noorwegen, Zweden, daar wordt nog minder met cash betaald dan in Nederland.
En al deze landen zijn wel aan het nadenken, ja, wat moet er eigenlijk gebeuren met cash? Hè, misschien is het over 20 jaar bestaat het überhaupt niet meer, maar wat moet er dan in de tussentijd gebeuren? En er zijn landen die nu bezig zijn om wetgeving te maken. En zo'n onderzoek als wij doen, dat heb ik nog niet gezien bij andere landen. Dus daar lopen we dan een beetje voorop. Maar dat gebeurt wel vaker. Nou ja, ik heb wel het idee dat we hier meer samen met z'n allen al polderend het probleem, de koe bij de horens vatten. En in andere landen zie je toch sneller dat de wal het schip keert of dat er wetgeving moet komen. Terwijl we hier eigenlijk proberen in goed stakeholder overleg knelpunten boven tafel te krijgen en dat met z'n allen op te lossen. Dat is echt een cultureel ding hier in Nederland. Nee, dat klopt helemaal. Andere landen hebben geen maatschappelijk overleg op betalingsverkeer. Sommigen iets wat er een klein beetje op lijkt, maar die poldermentaliteit die is er gewoon in andere landen niet. Dus dat maakt het voor ons soms makkelijker om snellere stappen te maken. Peggy, hoe zit dat internationaal? Zijn er ook al gewoon organisaties waar ze al een soort geldmaat hebben? Jazeker. Ik denk dat een heel goed voorbeeld, en daar zijn wij ook wel eens een kijkje gaan nemen, is de bankomat in Zweden. Die namens de banken in Zweden als een soort geldmaat functioneert, ook onder toezicht staat van de centrale bank. Koen, in het onderzoek waar we het al een paar keer over gehad hebben, daarnet, daar is in de besprekingen even aan de orde geweest, zouden we al eens moeten kijken van wat zou uiteindelijk de vervanger van contant geld kunnen zijn. En dan wordt er gesproken met een moeilijk woord over CDBC, oftewel Central Bank Issued Digital Currency, ofwel gewoon digitale euro's die door de Nederlandse bank uitgegeven zouden worden. Dat zit nog niet in dit onderzoek, als ik het goed heb. Nee, dat zit nog niet in dit onderzoek. Daar zijn we wel mee bezig. De Europese Centrale Bank heeft een taskforce waar Olaf Slijpen, onze directeur, in zit. Die daarna aan het kijken is. En Nederland heeft zelf ervoor gepleit dat wij kunnen piloten met dit onderwerp. Want we vinden dat een belangrijk onderwerp wat mogelijk inderdaad in de toekomst cash vervangt. Of misschien eerst naast cash zal functioneren. Maar dat zal de toekomst moeten leren. Dat is nog niet binnen een paar jaar ingevoerd. Kan dat eigenlijk in Europa dat jullie als Nederland daarmee beginnen? Of is dat een heel Europees ding? Dat is een Europees ding, maar we proberen in Europa af te spreken dat wij met een pilot beginnen. We kunnen niet in ons eentje central bank digital currency of centrale bank, digitaal centrale bankgeld invoeren. Ja. Want we hebben nou eenmaal één munt, gezamenlijke munt in Europa. Dus dit soort afspraken moeten we gezamenlijk maken. Maar een pilot in een land is meestal een goede manier om te kijken of het werkt. En als voorloper voor een bredere uitrol later. Koen, ik ben daar super in geïnteresseerd. We komen weer bij je terug op het moment dat de Nederlandse bank daarvoor op gaat lopen in Europa. En dan zie je maar weer, wij lopen in Nederland gewoon helemaal voorop in alles wat we doen. Of het nou inderdaad is voor een geldmaatinitiatief. Zweden doen het dan wel, maar eigenlijk in het eurogebied zijn wij daar goed mee bezig. Het gaat ook gewoon goed met cash. We gebruiken het minder, maar de infrastructuur blijft overeind. Er wordt geïnnoveerd en we denken al na over de toekomst. Hartstikke interessant. Dank jullie wel voor jullie komst, Peggy en Koen. En dankjewel Gijs, dat we dit weer samen in harmonie hebben gedaan. Dit was Betaal TV. Tot de volgende keer.